jou, hoor. Ja, wat voor eentje zal het zijn? Hij bakken liet de handvaartje, ik denk van echt, hoor. We waren even weggevaren, opeens horen we dat ze iets gevonden hebben. Wat hebben jullie? Twee zakken met iets erin, we weten nog niet wat erin zit, we hebben het laten liggen. Vondsten van vroeger maken de geschiedenis opnieuw levend. Door de vondsten van de archeologen kunnen we meer te weten komen over oudere tijden. Van het vinden van de botten van dinosaurussen tot aan volledig vergeten steden. Er ligt veel meer verstopt onder onze voeten dan wij weten. In deze serie loop ik mee met een groep gasten die met behulp van metaaldetectoren en sterke magneten actief zoeken naar deze verstopte overblijfselen. Van het vinden van een AK-47 tot aan Duitse oorlogshelmen. Dit is de zoektocht. In het vorige avontuur zag je hoe we een onderdeel van een oude luchtbux vonden en oude handboeien. Wellicht waren deze van een oude crimineel, maar zeker gaan we het niet weten. In deze aflevering gaan we verder vissen en zie je hoe we een pistool uit het water trekken. Wil je dat ik vaker op zoek ga? Laat dan een like en een reactie achter op deze video. Hier is het al wat dieper, dus hier moet je flink erin prikken. Maar ook in het midden kan het natuurlijk best wat liggen. Hey, wil je nog Thomas? Zo! Een emmer of zo, die helemaal elkaar gevouwen is. Dat is dan bar mitzwa kandelaar. Ja, die wel iets doet die hem aan de boot. Onze volgende vondst was een kandelaar. Misschien kwam deze uit een kerk of uit een kasteel of zoiets dergelijks. En ook daarna vonden we iets waarvan je denkt, hoe komt dit in het water terecht? Koopman, man. Jezus. Ik hou een wasmachine of zo. Ja. Oh ja, ik van een wasmachine. Zo. Oldschool wasmachine waar je de was bovenin moet doen. Ik moet nog een wasmachine nodig. Ja, die krassen zaten er al in, jongen. Het ziet hier kapot veel. Je gaat het een naar het andere. Wat is dat? Is dit nou weer? Dat is een straatnaambordje, denk ik. Ja, denk ik ook. Wat staat erop? Links. Ja. Ja, nee, zit er een scharnier op. Oh, mijn klepje denk ik van de machine. Een klepje van de machine. Wij gaan even twee extra magneten ophalen, zodat we meer kunnen vissen. En daarnaast moeten we even naar de wc. Mannen, succes nog! Tot zo! Nou, morgen komen we weer terug. Ja, prachtig dit, hè. Ik vind het altijd wel leuk varen. Ja, het blijft heerlijk, hè. Ja, ik vind het mooi. Kijk, ik zit lekker te genieten van mijn boterham. We waren even weggevaren en opeens horen we dat ze iets gevonden hebben. Wat hebben jullie? Twee zakken met iets erin, we weten nog niet wat erin zit, we hebben het laten liggen. Mysterie zakken. Ja, ze zijn zo groot. Lekker, secret box. Mystery box. En? Misschien weer een dikke zak wiet, dus vorige keer. Ah, niks aan de hand. Weet je ook lekker dat als het komt, hè? Kom hier, we hebben twee zakken met spullen. Ik heb ook niet gekeken wat erin zit, dus dat is fucking spannend. Oh nee! Nee. Ja. Doe die stokken erin met die prik. Oh. Ja, hier. Ja, misschien wel, maar dat is echt heel van de baan. Dit is er één. Oh, kijk dan. Wat gaat erin zitten? Ja, weet ik niet. Schurk. Nee, pak hem op de boot. Nee, haal hem open dan. Ja, dat wordt wel een boot. Wat is dat nou? Een kabelhaspel? Ja, een hospel. Ja, gooi maar. Ja? Is dat dan? Oké. Okay. En die andere. Oh, hij lijkt wel van het leger. Nou, nog een verlengkabel nodig. Ja. Dat is lekker hoor, joh. Ja, geweldig. Die heb van die tanks erin, die is zwaar magnetisch, man. En dat is? Oh, dat is een brandertje, een gasbrandertje. Ja, ik weet het niet. Misschien hebben ze een kluis open gebrand. Ding om maar. Of een brandblusser. Nee, het is geen brandblusser. Het is een gasbrandertje. Oh, zo ja. Zijn dat dan? Ja, misschien hebben ze die daarmee die banken mee. Hier hebben ze kluisje mee opengeschreven. Ja, maar wat doen ze hiermee dan? Ja, ik denk een soort gasbrandertje. En dan kunnen ze gewoon met een soort. Hier, nog een dat zo. Dan kunnen ze dingen open. Ja, kunnen ze gewoon dingen openbranden. Kunnen we nou mijn stok kwijt geraken? Ja, waarom zou je het weggooien? Kijk eens. Dan drijven we weg. Hey. Nou, hier lagen ze precies onder de boot, dan twee zakken vol met spullen. Misschien liggen er wel meer dingen. Ja, we bleven zoeken en uiteindelijk trokken we zelfs een brommer uit het water. Wellicht dat hij door een ongeluk in het water is gekomen. Of misschien heeft een dief deze ooit gestolen en moest hij er vanaf. Daarna vonden we zelfs nog een wc-pot in het water. Maar het bood wel veel potentie dat er nog veel op de bodem van dit water ligt. Dan is het al gelijk direct verdacht, zeg maar, als je het in het water flikkert. Ja, je gaat het niet zomaar dit doen, toch? Dus dan is het meestal echt allemaal een criminele reden of zo.
what the fuck, ouwe! Zo, hé! Derek! Lekker zo! Lekker, wat? Je zat gewoon heel nonchalant te tikken in één keer. Wat is dat, een treintje, hoor? Die kabel helpt echt, jongen. Zo! Ja, het zijn de streepjes, hè? Ja, met de... Zie je, gevoel zegt het gewoon. Pas even terug. Allemaal criminelen in Haarlem. Nou, misschien is het geen normaal pistooltje, ouwe. Je bent er echt in. Dat is toch echt niet meer. Ja, in de stromende regen. Ja, jongen! Die pak hem gewoon, hij is toch wel helemaal verrast. Tina Treur. Ja. Heb je dan? Ja. Je moet er blijven. Oké. Ja, die is wel antiek, ja. Ja, wat voor eentje dat zijn. Hij bakken liet de handvaartje, ik ben gewoon echt hoor. Ja, is het wel een beetje enkel niet? Is het wel, je echt zo rood zie je? Zo'n stipje. Ja, dat is voor je veiligheid, toch? Ja, veiligheid. Oh, dat is niet dat het nep is. Ik dacht dat dat altijd zo'n teken was. Volgens mij oranje als dat... Wordt wel al aan pistool, ik weet het niet. Dit is oranje. Ja, dit is gruwelijk. Maar toch? Echt nog mooi ook hoor. Ja, geweldig hè. Ja. Hier. Bam! Zie, doet hij nog. Ah, keihard. Ja, oh, ja, super. En hieronder gaat die munitiestrip in, hè? De kijkers zijn altijd zeuren als je je hand op de trigger hebt, want hij kan ontploffen in je hand, zeggen ze dan. Maar dan ja, het zal wel niet meer als hij een paar jaar in het water op heeft gelegd. Dit doet helemaal niks meer. Nee. Ik geloof het al. Ja. Nou, keihard. Ah, misschien kunnen we het wel even op gaan zoeken. Ja, ik weet niet. We moeten even schoonmaken. Ik zie even zo niks staan. Ja, ik vermoed een soort alarmpistooltje, maar ja, het kan ook nog steeds een extra zijn. Misschien even de drek in het water afkoelen. Ja, moet je even een dikke foto maken? Bij, De vraag is of het een echt is of een alarm. Nou, Jim kan wel eens gewoon krijgen thuis. Ah, geweldig man. Maar ja, toch uniek volgens mij. Dit is echt vet. Wat een ding. Zie je het maar, we zijn net een uurtje of twee denk bezig, nog niet eens. We hebben handboeien gevonden. We hebben een kandelaar gevonden, hè? Ja. En dit pistool en nog wat andere dingen. Luchtbugs inderdaad niet vergeten. Nou, dit soort gasbranders. Misschien wel gebruikt om een kluis te openen of iets, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar ja, mensen gaan niet zomaar dit in het water gooien, lijkt me. Nou, keihard. Dit is een hele dikke vondst. Dat zie je niks aan doen eigenlijk, hè, de gemeente. Ja. Tot die water hier maar gewoon lekker liggen, dat weten we natuurlijk wel. We gaan even kijken wat we nu allemaal gevonden hebben in totaal. Dit zijn echt wel hele vette dingen. We hebben deze kandelaar. Dit lijkt een mooie auto zijn. Dat is echt wel opknappen. Die hebben echt dikke kaars opgestaan. Ja, en waar ik kan allemaal in de kerk. Ja, een kerk of zo inderdaad. Misschien een kasteelachtig iets. Dat kan allemaal. Verlengkabel, gasbrandertjes. Hier nog een koplamp. Toen begonnen we met die mooie luchtbugs. Ja. Ja, dit is gaaf. Je ziet ook echt mooi de knik nog van de voorste stuk van de loop. Ja. Hier stopt hij ook echt, dus er is ook niks afgebroken. Dat zie je in een pinnetje. Hier de trekker dan, ja, liep dan denk ik tot hier door zo. Ja, ik denk het. Zal wel afgezaagd om weg te gaan zijn. En dit is nog hout, of niet? Ja, dit is hout. Toen vonden we de oude antieke handboeien. Ja, dit is ook wel heel mooi. Dit is gewoon van 1850, dus al meer dan 180 jaar oud misschien. Ja, en het verhaal erachter gaan we dus nooit weten, hè? Maar het is natuurlijk wel heel interessant. Want zoals we al eerder aangaven, een politieagent gaat niet zomaar zijn handboeien zomaar in de vijver gooien en hier in de rivier. Dus je zou bijna denken inderdaad dat het een soort van een vluchtpoging is van een gevangene en dat zoiets dan erin terechtkomt. Of dat een politieagent heeft gestoeid met een crimineel en dat daardoor dat in het water is gekomen. Ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Ja, en het toppunt van vandaag. Ja. De gun. Zit er nog een beetje te twijfelen of het is starten? Of een alarmpistool is toch? Of een echte? Wij vermoeden een alarmpistool. Ja. Dus maar een alarmpistool, er komt niks uit. Dat is alleen... Een knal. Ja, een knal inderdaad. Ja, ja, geweldig. Ja, we hebben al vaker hier al munitiekisten gevonden. Mitrailleurs. Allemaal precies allemaal net achter die boom. En waarom? Deze weg loopt helemaal recht. En hier was natuurlijk oude station Heemstede Aardehout. Maar als pas bij die boom zie je of hier iemand staat. Dus misschien als de Duitse controle heeft gestaan of iets in de oorlog. Ja, dat ze denken, oh shit, over 100 meter staan ze. Dumpen. Bam, en het water in. En niemand heeft precies dat plekje inderdaad, vissen we alles mooi op.
Het is altijd wel leuk als je dan iets vindt om niet gewoon gelijk naar huis te gaan, maar nog even te denken van hé, hoe komt het nou allemaal, waar komt het vandaan ten eerste en waarom gooien mensen dit weg? Je weet het nooit zeker, maar ja, een beetje fantaseren kan altijd. Ja. Ja, heerlijk. Nou, mooie fonds weer. Lekker. Weer na. Wil je nou dat ik dit weer vaker ga doen, laat dan even een blauw duimpje achter op deze video. Wellicht kunnen we de 5000 likes halen, dat zou super zijn. En laat natuurlijk in de comments even weten wat jij denkt van de dingen, waar ze misschien vandaan zijn en of we nog een keer moeten gaan zoeken. Even een shout-out naar de jongens van Watch Dutch, waar ik de hele dag ben mee gaan gelopen. Check dat ook zeker via de link in de beschrijving. Abonneer op mijn kanaal en tot het volgende avontuur. Later.